vandaag 1 april. Het is geen grap, maar het speeltuin gaat vandaag weer open, hè? Ja, dat is inderdaad. We zijn vandaag voor het eerst weer open gegaan. Op donderdagochtend is dat het buitenschoolvakantiesom voor de peuters en de kleuters. Ja, het was gewoon gezellig druk vanmorgen. Ja. En het is ook nog mooi weer. Dat scheelt inderdaad een heel stuk dat het mooi weer is. Het is alleen wel jammer, we moeten ons aan de maatregelen houden. Dus er kunnen maar een beperkt aantal volwassenen binnen, 10 volwassenen. Wel vrij veel kinderen, 60 kinderen. Nou, die kinderen hebben we niet gehaald, maar de volwassenen wel, zo druk was het. En ik zie dat er ook nieuwe speeltoestellen zijn. Ja, dit toestel is inderdaad nieuw. Dat is de vervanging van wat er eerst stond. Hij is wat kleiner. Ja, kinderen moeten gewoon nog ontdekken hoe het is. En wat kunnen ze er precies mee doen? Een goede vraag, Lina. Ze kunnen met zand spelen. Ik heb eigenlijk, doordat ik de hele tijd bezig ben, niet echt kunnen kijken. Ze kunnen erop klimmen. Ze kunnen met zand omhoog hijsen. Er zit een glijbaantje om het zand naar beneden te laten gaan. Ze kunnen daar bij dat groene vlak kunnen ze zand naar beneden laten glijden. Eigenlijk veel mogelijkheden. Ik zie nog een nieuw speeltoestel, een schommel. Nou, op zich is het toestel is op zich niet nieuw, alleen hij moest vervangen worden. Er stond altijd wel een mandje, maar die andere was echt op. Aan het einde was het Latijn. Okay.